wel een schok natuurlijk. Wisten we al dat er natuurlijk meer speelde, maar ja, uiteindelijk als je 's morgens wakker wordt en je hoort het is klaar, dan is dat wel een grote schok. Maar het is, ja, ze verdienen gewoon alle kredieten dat ze gewoon nog een jaar ons verder gaan helpen. En ja, dat is gewoon het belangrijkste natuurlijk. We kunnen een jaar hard gaan fietsen en bewijzen dat we gewoon bestaansrecht hebben en dat we een nieuwe sponsor verdienen. Gisteren zijn volgens mij Rick het omschreven als familie. En zo is het toch wel 5 jaar nu in totaal al voor Rabobank gefietst. 4 jaar in de opleidingsploeg en 1 jaar in de profploeg. En dan voelt het ook echt als familie. En ja, het zou onwijs zonde zijn als dit uit elkaar zou vallen. Ik doe een Rabo-bril, hè. Dus, nee, maar ja, het is gewoon mooi dat we dat 17 jaar dat ze een hele goede kans hebben geboden aan voornamelijk Nederlandse renners om te ontwikkelen. En, ja, dat is gewoon heel mooi. Dat we die kans hebben. Er zijn weinig profploegen die zo'n structuur hebben met een opleidingsploeg en nu dan ook nog eens een vrouwenploeg. En, ik denk dat gewoon voor de Nederlandse wielersport heel goed was. Al 2 keer Olympia's Tour in het Rabo shirt, dat was wel ja, heel mooi. Maar en ja, en prof worden natuurlijk, dat eigenlijk nog veel mooier. Ik bedoel, als klein jongetje dan droomde je ervan en dan keek je tegen alle grote renners op en nu rij je ertussen, dus dat is wel heel mooi.